De tweelingen. Hier is jullie reading voor mei 2023. Een algemene reading. Ik ga 3 kaarten trekken. Voel zelf even of iets resoneert, of je ergens iets bij voelt. En zo niet, dan laat je het voor wat het is. Oké. En dan nog van het engelendek. Tweelingen. Nee. 1 duidelijk kaartje. Ik weet dat de tweelingen heel dynamisch zijn en alle kanten opschieten soms. Oké, het zijn er 2. Even kijken wat er allemaal uitkomt. Jullie eerste kaart is verwachtingen. Tweede kaart is, the answer is yes. Derde kaart, uit je gevoelens. En dan heb je nog de magier. En de ster. Oké, ik ga even eerst beginnen met deze 2 kaarten. Tijdens het schudden kreeg ik al een bepaald gevoel. Dat is altijd mooi. Als ik in rust ben en dit doe als ik hier zin in heb. Want ik heb het een hele tijd niet gedaan. Toen was ik ook druk met andere dingen hier in Afrika. Met bijvoorbeeld ook deze cottage renoveren. Met de dieren, met de gasten, met heel veel andere dingen. Nu heb ik weer meer zin om hiermee bezig te zijn. Ik heb meer rust in mijn hoofd. Dus, en wat er dan gebeurd is, is dat als ik aan de kaarten aan het schudden ben, voor het sterrenbeeld waar ik de reading voor wil gaan doen, dan komen er al allemaal dingen in mijn hoofd. En dat ga ik nou met je delen. Want wat ik voel, is een soort van stuiterbalgevoel. In de zin van heel veel idee hebben. Waar je zin in hebt of dingen die je zou willen doen. En alleen het probleem is dat jij dan, doordat je je niet even in rust, in de rustmodus, focust op 1 ding en echt gaat voelen van wat wil ik op dit moment, vind ik op dit moment het belangrijkste om voor elkaar te krijgen. Of wat zou ik echt super fijn en leuk vinden als ik dit of dat zou doen. Als jij je daarop zou focussen meer, dan zou jij sneller die stappen ook zetten. Want ik voel ook een bepaalde, dat er een beslissing genomen moet worden en dat je niet weet wat je moet kiezen. En dat ligt ook, daarom ligt deze kaart er, uit je gevoelens. Als jij niet zegt, uitspreekt wat jij echt voelt, en dat kan dus iets zijn van, ik vind dit niet prettig. Of juist, dit is heel belangrijk voor mij en ik voel dat ik dit heel graag zou willen. Als je dat niet uitspreekt, dan kunnen anderen niet weten wat jij voelt. Dat is bij jou ook heel lastig soms te peilen. Ik ken een aantal tweelingen en dat herken ik in hen. En het is juist zo fijn als jij gaat leren om je gevoelens, je emoties te delen. Te durven zeggen wat je voelt. En het kan zijn dat je denkt, ja, soms heb ik dat, weet ik dat niet. Dan weet ik gewoon echt niet wat ik voel. Dat snap ik. Dat komt omdat je in je hoofd zit heel veel. En jij hebt zoveel talenten. Zoveel. Je bent mega creatief. Jij kunt meerdere dingen tegelijk doen. Dat is ook een kwaliteit van je. Alleen het struikelblok daarvan is dat je daardoor ook verward en chaotisch kunt zijn. Omdat je te veel dingen tegelijk over aan het nadenken bent. En die verwachtingen, ook zoiets. Je hebt dan ook meteen hele hoge verwachtingen, van jezelf vooral. Wat ervoor kan zorgen dat je ook heel snel weer zoiets hebt van, laat maar, ik denk dat het een impulsief idee was of iets wat me leuk leek, maar laat maar, dat is toch niet voor mij weggelegd.
Terwijl, wat ik echt voel, en daarom ligt deze kaart er denk ik ook, je hebt meerdere opties. Je hebt echt, jij kunt één ding doen, het manifesteren, het tot een heel mooi einde brengen, dat het werkt, dat het loopt, dat het ontstaan is, een creatie. En daarna kun je weer een nieuwe, nieuwe, nieuwe. Jij hebt echt superveel talenten. Alleen als dat dus bij jou nog niet echt tot uiting is gekomen, komt dat omdat jij dus niet gefocust bent op één ding waar je op dit moment bijvoorbeeld op zou willen focussen. Het is blur anders in je hoofd. En dan stuiter je, dat is die stuiterbal waarschijnlijk van daar naar daar. Je moet een punt gaan pakken, een focuspunt van oké, dit is wat ik nu zou willen. En die verwachtingen, laat die los. Dat is puur ego. Die wil jou in jouw bekende haventje houden. Maar jij bent klaar om eruit te stappen, om groter te worden. Om vreugde te gaan ervaren, om de dingen te gaan doen waarvoor je hier bent. Maar uit je gevoelens is ook super belangrijk. Want je hebt misschien moeite als iemand anders. Want je bent ook heel lief en je wilt het iedereen naar de zin maken. En als je dan het idee hebt dat jouw idee die je hebt om te gaan doen, dat iemand het daar misschien niet helemaal mee eens is, dan ga je het misschien weer wegstoppen en denk je, ja, laat maar, ik ga wel iets anders doen. Maar je hoeft niet meer iedereen tevreden te houden. Het is tijd dat jij jezelf blij gaat maken, jouw ziel. Niet je ego, maar echt je verlangen gaat volgen, je talenten gaat ontwikkelen. Je bent er zo goed in. En het is zoiets leuks waar mensen enthousiast worden van jou. Van je bent grappig en jouw energie maakt mensen blij. Dat is wat we echt nodig hebben. Dus ga dat alsjeblieft doen. Ik zal eens even lezen wat er bij de hier bij de kaart erbij staat. Oké, bij deze. Deze kaart geeft aan dat het juiste moment is om iets nieuws te beginnen. Als je al twijfels had of je je dromen wel waar kunt maken, laat die dan nu achter je. In feite is het zo dat je meer succes zult hebben naarmate je meer zelfvertrouwen hebt. Gelukkig kunnen de engelen je innerlijke kracht versterken als je hen om hulp vraagt. Het kan zijn dat je het gevoel hebt dat je niet klaar bent om verder te gaan op je weg. Maar in werkelijkheid ben je daar beter toe voorbereid dan je je realiseert. Je levenservaringen hebben jou klaargemaakt voor dit moment. En de kansen die nu voor je liggen zijn wonderbaarlijk. Je hoeft geen cursussen meer te volgen of nog meer boeken te lezen. Daarmee zou je alleen maar het moment uitstellen om door de deur te stappen die op dit moment wijd voor je open staat. Ga over tot gerichte actie met betrekking tot plannen waar je misschien al mee bezig was. Geen uitstel meer. Wonderbaarlijke gebeurtenissen. Geconcentreerde inspanning. Onverwachte hulpbronnen. Oké. Laat dit alsjeblieft binnenkomen. Het is zo'n mooie bevestiging. Het antwoord is ja. Ben je ergens al mee bezig? Laat je niet meer weerhouden. Ga alsjeblieft door. Want het gaat je prachtige dingen brengen. Dan heb je ook nog de ster. Even kijken wat dat is. Doe maar. Doe een wens. Echt waar. Hier staat het. De engelen vertellen dat je alle reden hebt om te hopen en iets positiefs te verwachten. Geloof in je dromen en kijk naar de toekomst met optimisme, spanning en vertrouwen. Moeilijke tijden liggen nu achter je en betere komen eraan. Maak je plannen met het oog op de lange termijn. Het is nu het moment om je leven voor te stellen zoals je wilt dat het is. En stappen in die richting te zetten. De verwachtingen die je voor jezelf wekt hebben een vruchtbare bodem. Vertrouw je intuïtie en volg die, want die wijst in de goede richting. Een gevoel van doelgerichtheid, een voorspoedig nieuw begin, je bent op de goede weg. Echt waar, lieve jij. Die verwachtingen, positieve verwachtingen. De negatieve die je had, of waarvan je twijfelde en jou liet te denken van nee, het is nog niet het juiste moment, of het is, laat maar zitten. Nee. Het is wel. Echt waar. Geloof mij. Dit zijn allemaal niet. Dit is echt. Het zijn allemaal bevestigingen. Signalen. Daarom vind ik dit zo leuk om te doen. Doe het.
Mij heeft het ook superveel geholpen. Om het serieus te nemen en om te denken van oké, ik ga dit echt eens proberen. En dan probeer het ook echt, want daar ben je eigenlijk heel goed in, met lol te doen, met vreugde. Want dan zit je in een hele hoge vibratie en dan kan het universum jou allemaal dingen sturen waarvan jij denkt, oh my god, dit is precies wat ik nodig had, dankjewel. Dat heb je dan zelf gedaan via jouw energie. Dan krijg je dat. Je krijgt inspiratie, je krijgt creativiteit naar je toe, motivatie, juiste mensen, kansen, whatever. Dus wat is je droom? Waar was je mee bezig of ben je nog niet mee begonnen? Maak een plan en ga doelgericht daarop focussen. Niet weer allemaal andere dingen erbij pakken. Eén ding. En je gaat het voor elkaar krijgen. Dikke kus en tot de volgende keer.